En welkom terug bij de Digitale Mediafabriek. En in dit geval doen we dat bij de aflevering De Biechtstoel van de Hextreme Team. In De Biechtstoel wordt iets opgebiecht door onze gastspreker of worden zaken op een heldere manier onder woorden gebracht. Geert, hoe gaan we dat vragen aan Meindert Venema? Meindert, De Biechtstoel. Ik ken het fenomeen uit de katholieke kerk. Ben je gelovig? Nee, ik ben derde generatie atheïst. Zie je wel, ik wist het. Die zeggen met een zekere trots. Nou ja, ik heb in ieder geval niet die neiging om je nou zo enorm af te zetten tegen dat geloof. Maar heb je voor mij is de katholieke kerk niet, staat niet dichterbij dan de moskee. Het is voor mij allebei een beetje... Even vaag. Ja. Maar je kent het fenomeen biechtstoel, neem ik aan. Ja, 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 ja. En je weet het uit de beroemde roman La Regenta. La Regenta. Want in die biechtstoel gebeuren er allemaal geile dingen. Dat doen we in ons andere programma, dat doen we in ons boekenprogramma. Terug naar die biechtstoel. Je kent het, je zit daar en je kunt je zonden verklaren. En als je een zonde overlegt met je priester, in dit geval bij de Rooms-Katholieke Kerk, dan word je ook bevrijd van iets. Is er iets waarvan je denkt, dit zou ik best willen opbiechten? Nou, dat is mij onlangs overkomen. Ik heb een dochter van 13 die zat op muziekles en die die haalde mij het bloed onder mijn nagels vandaan. Ik was echt volkomen, de woede stoomde uit mijn oren en ik liep gewoon weg en ik stapte in mijn auto en ik reed tegen een andere auto aan en ik wou doorrijden. En gelukkig was de eigenares van die andere auto tikte op mijn omdat raam. Je steeds in die woede zat. Ja, toen dacht ik... Ja, iedereen klaagt erover dat doorrijden en zo bij een aanrijding. Maar kennelijk zou ik dat ook zomaar kunnen doen. Je eerste impuls was weggaan. Doorrijden, vergeten. Nou, het is allemaal naar. Met deze narigheid wil ik allemaal niks meer te maken hebben. Is het goed gekomen met die mevrouw? Ja, wel. Ja, nou, ik heb haar bedankt dat ze mij uit deze cocon van woede heeft gehaald. En hoe is het uiteindelijk met de dochter en Meindert? De dochter is daar erg van geschrokken. Die had niet in de gaten, die zat daar. Zat zij in de auto ook? Nee, ze wilde gewoon naar saxofoonles. Ze had best kunnen fietsen, maar ze vroeg mij, wil je me even met de auto brengen? En vervolgens moest ik met de auto terug en toen zei ze, ja nee, maar ik moet eerst nog even naar de winkel of zoiets. En toen, begrijp je, toen dacht ik, ja maar dit is misbruik maken van mijn goedheid, die ik graag hou. Ik vind het leuk. Om als zij zegt, ik heb liever dat ik even gebracht word, dat ik dat kan doen zonder dat ik in een situatie gebracht word waar ik eigenlijk gechanteerd kan worden. Meen het, als mensen jou nu of later zouden ophemelen, wat zijn nou een paar dingen waarvan je zegt van nou, daar sta ik voor. Misschien een goedertierendheid wat je aangeeft, maar zijn er ook andere dingen, integer, markant, oprecht? Nou, ik heb veel civiele courage. Dat is een collega, een vriend van mij, die wil daar een boek over schrijven, Ton Nijhuis. En ik stook hem steeds meer op om dat te doen. En wat is civiel courage? Civiel courage is dat je in mijn geval bijvoorbeeld opkomt voor de vrijheid van meningsuiting van Janmaat. In een situatie dat eigenlijk maatschappelijk gezien levensgevaarlijk is. En dat was een tijd geleden? Want... Dat was in... En toen, ja, in het begin jaren 90. Dan ben je een soort outcast geweest in die tijd, als je daarvoor opkwam. Ja, ja, dat was echt... ik heb een feministische collega van mij, waar ik veel mee optrok. Die kwam tijdens het college binnen, stonden studenten om me heen. En zij kwam naar mij toe en zei, Meindert, je bent een lul. En daarna benen zijn weg en heeft nooit meer een woord met mij gewisseld. Nu zijn we in de biechtstoel. Is dat een situatie met Janmaat als je terugdenkt, dat je denkt, oeh, daar wil ik best wel van opbiechten dat dat niet verstandig was? Of nou, daar heb ik nog wel iets om op te biechten eigenlijk. Het grappige was, ik kende Janmaat natuurlijk van mijn studie en dat maakte het contact wel gemakkelijker. Hij was studiegenoot van je? Ja, hij was een studiegenoot van mij. En ik interviewde hem omdat ik een boek schreef over racistische partijen en toen... Toen zaten we daar op dat kamertje. Zijn vrouw had toen nog maar één been. En ze hadden die jammaatjes opgeborgen. Ja. Helemaal bovenin het ministerie van Koloniën. Zonder dat er een lift was of wat dan ook. Dus die kleerkasten van de Centrumpartij, of Centrumdemocraten, die moesten die vrouw elke ochtend naar boven dragen en weer naar beneden. En ik zat dat interview af te nemen.
En Jammat werd veel, dat werd veel onderbroken door een, door telefoon. En dan moest Jammat weer praten. En toen zei Wil Schuurman tegen mij: meneer Venema, wat stelt u interessante vragen? Ik zei: nou, dank u wel. En toen zei ze: als jullie nou zo gaan lunchen, zou ik dan mee mogen? En toen dacht ik: lunchen in het restaurant van de Tweede Kamer. Als ik dat ga doen, dan kan ik verder mijn wetenschappelijke carrière wel op mijn buik schrijven. Dus toen heb ik een uitvlucht verzonnen. Ik zeg: nou nee, ik heb een afspraak, ik moet gauw weg. Maar dit is, Geert, dit is categorie echte opbiechten. Dit is opbiechten. Ja, dit is absoluut. Heb je spijt daarvan? Daar heb ik wel spijt van, ja. Daar heb ik wel spijt van. Dat had ik moeten doen natuurlijk. Had ik wel dus moeten bij doen. Deze gecorrigeerd? Nee, dat is nooit. Nee. There's nee, no such thing as freelance. Nee, dat freelance. Is nooit. Die fouten kan je niet goed maken. Als je het hebt over een partij die fouten heeft gemaakt en die de biechtstoel zou moeten, dan hoeft het niet de persoon te zijn, maar gewoon een partij even over één kam scheren. Welke partij vind je dat in onze biechtstoel plaats zou moeten nemen? Nou, althans de VVD. Omdat ik het ongehoord vind dat de premier staande houdt dat wij onze soevereiniteit niet inleveren. Met Europa? Met Europa, terwijl dat niet anders kan en het al lang gebeurt. En het ook goed is dat dat gebeurt. Vind je dan dat hij liegt, Rutte? Hij liegt. Of vind je dat hij niet dom is? Hij liegt. Maar dacht hij, hij is toch niet dom, zeg. Hij speelt piano. Kun je vol in de camera zeggen, Mark Rutte, je liegt? Ja. Mark Rutte liegt en hij weet dat hij dat doet en hij denkt dat dat politiek goed is. Hoe moeilijk moet dat zijn voor zo'n minister-president? Nou, ik denk dat ze dat allemaal leren. Als je een tijdje in dat binnenhof rondloopt, dan weet iedereen dat hij staat te liegen. En men vindt dat eigenlijk hoort bij de politiek. Iemand zei, politiek is betaald liegen. Nou ja, kijk, er is ook een diplomatieke ziekte. Hè? Je wil ergens niet komen. Als diplomaat. En dan zeg je, er zijn een aantal opties. Je zegt, wij komen daar niet, want u bent een regering van booswichten. Maar je kan ook zeggen, de ambassadeur is ongesteld. En dat laatste, daarvan is duidelijk wat de betekenis daarvan is. Namelijk, de ambassadeur komt niet. Wij hebben dat ook wel eens bij die Hexstream team. Dan nodigen we een wethouder uit en die zegt dan ja via Twitter. En dan laat hij via de e-mail weten, ja, toch maar niet. En ja. Hebben ook wel wat op te biechten. Maar goed, terug naar de personen bij de partijen, het opbiechten. Heb je ook speciaal, zeg je, Mark Rutte omdat hij minister-president is? Of iemand binnen de VVD of iemand binnen een andere partij waarvan je zegt van, nou, die opstelling die kan een stuk beter? Nou ja, dat kan. Voor mijn eigen partij, die had natuurlijk met dat Gundus moeten zeggen. GroenLinks. Okay. Ze hebben dus daar een standpunt in genomen wat politiek ingegeven was. Ze dachten van, als we nou meegaan met de regeringscoalitie. Over welk punt, mijne? Over die uitzending naar Gundus. Dat vond ik zo zwak. Ze hadden waarschijnlijk moeten zeggen, nee, wij willen dat niet. Want het is allemaal, de kans dat dat goed gaat is te klein. Is het onervarenheid van SAP op dat moment? Of is dat gewoon opportunisme meer? Het is allebei, denk ik. Ik denk dat ze gedacht hebben, als wij hier aan... Het is heel ingewikkeld. Er zit een element in van opportunisme in. Maar wat werkelijk slecht geweest is, is dat verhaal van, er mogen geen militairen mee. Er mag niet gevochten worden. Ze hadden natuurlijk moeten zeggen, mensen, die kans dat het daar goed gaat is niet zo groot. Maar wij zitten nu een keer in een internationale coalitie. Die coalitie willen wij graag zo houden. En dan moet je ook wel eens iets doen waarvan je persoonlijk denkt, nou, dat wordt volgens mij niks. Een oud gezegde die luidt, wie breekt betaalt, hè? Degene die de stekker eruit trekt. Dan denk ik ook aan mevrouw Sap natuurlijk. Welke partij denk je dat er bij de komende verkiezingen landelijk het meeste zeteltjes gaat verliezen? Of kan het nog meer voor de partijen die je misschien gaat doen? Ja, ik denk dat het CDA wel op de nominatie staat om de allergrootste verliezer te worden. Nog meer?
Nou, ze zitten nu met hoeveel in de kamer? 15 naar mijn hoofd. Nee, ze hebben er veel meer nu, toch? Ze hebben er 23. Zitten er maar met 15 het is rustig, het is rustig geworden bij de ChristenDemocraten. Ja. Oké, okay, nee, ja, maar dat blijft tobben. Want en de Partij van de Arbeid? De Partij van de Arbeid kan wel weer aantrekken. En de SP is recentelijk de grootste, of de tweede partij van Nederland geworden. Gaat heel goed. Ja. Dat wordt ook een interessante. Denk je ooit dat er een rechts- en links combinatie gaat komen, bestaande uit de PVV en de SP? Zie je dat komen in Nederland? Nee. Een van de redenen waarom ik hoopvol gestemd ben over Europa, is dat de tegenstanders zo verdeeld zijn dat zij nooit één blok zullen vormen tegen Europa. Maar je denkt dat de weg naar Europa is toch de toekomst voor Nederland? Ja. Denk je dat Nederland nog een keer een referendum openstelt? Over Europa? Ja. 66% die nee zegt. En wat moet je dan? Nou ja, het is toch een raadgevend referendum. Je kan toch als regering zeggen van nou ja, de meerderheid is er tegen. Maar we doen het toch. En over 2 jaar mogen jullie ons wegstemmen. Dat kost heel veel stemmen inderdaad dan. Ja. Maar goed, als je ergens van overtuigd bent, moet je het doen. Daarvoor ben je ook gekozen. Dan, kijk, ik vind alleen, je moet daarover eerlijk zijn. En ik vind dat de pro-Europa mensen niet eerlijk zijn. En dat is waarschijnlijk, als er iets is wat mijn visie, wat in mijn visie de goede weg is, afsnijdt, is dat men niet eerlijk is over de downside van die weg. Namelijk dat wij inderdaad nog enige tijd blijven betalen voor de Grieken en de Italianen en de Spanjaarden. En ook voor de bankiers. En dat dat allemaal niet eenvoudig zal zijn. Maar het alternatief is bijzonder onaantrekkelijk. Ja. To say the least. Het licht gaat anders uit in Europa. Misschien is het dat wel, maar dat weten we niet. Dat weet je. Meinert, hartelijk dank voor jouw komst. Ik ga nu naar de autocue, naar de kijkers en dan ga ik afronden. Dank u wel en graag tot ziens. Voor meer informatie over onze uitzendingen of onze audio- en fotostreams bezoekt u www.thehackstreamteam.nl of de afkorting thst.nl. Dank u wel.